Daar staat dus gewoon een regel tekst. En dan komen we dus eigenlijk ook meteen op een gedeelte wat nieuw is. Dus het wordt weer opletten geblazen. Hoe noemen ze dit in HTML? Dus gewoon een hoop linkjes onder elkaar. Of een hoop tekstjes onder elkaar. Je kent misschien wel de gewoon lijstjes van Word. Dus dat je van die bullet points aan de voorkant zet. Ja, dat is eigenlijk dit gedeelte ook. Hè? Dat zijn gewoon lijstjes met bullet points ervoor. Het zijn toevallig ook linkjes. Maar lijstjes die noemen ze eigenlijk in HTML unsorted lists. En die unsorted list die kun je eigenlijk stylen. Nu is het even goed opgeletten geblazen van hoe zit zo'n unsorted list in elkaar. Nou, je hebt eigenlijk twee onderdelen. Je hebt dus de UL. Dat is eigenlijk een soort de vessel, zullen we maar zeggen, waar die in zit. En je hebt een LI. Dat noemen ze dan een list item. Die sluit je ook weer af. En daar komt eigenlijk je tekstje in te staan van je lijstje. Dus als je, ik heb nou wat tekst gekopieerd, pak hierin. Dan heb je dus een list item gemaakt. En als ik die nou een aantal keren kopieer. Kijk eens zo. Je kunt dus gewoon die regel selecteren door middel van op dat cijfer hier te klikken. De regel. En dan ga ik hier staan en pak ik hem nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ik weet niet hoeveel van die lijstjes erin had staan. Ik plak gewoon even een paar onder elkaar. Even kijken. Nou, om het ook even duidelijk te maken dat dit straks linkjes zijn, gaan we ook meteen weer deel 2 van de... Oh, je ziet hier trouwens rechts al dat het een lijstje wordt. Hè? Ik zal hem even in de browser laten zien. Even kijken. Dan weet je ongeveer wat ik bedoel met van die bullet points. Nou, deze dingen dus. Dit is dus de standaard instelling van zo'n list item. Hij stapt een beetje in. En dan krijg je van die cirkeltjes. En dan heb je gewoon een lijstje, zullen we zeggen. Dus net als een boodschappenlijstje. Nou, dit ziet er natuurlijk nog niet helemaal uit. En het zijn nog geen linkjes. Dus dit is meteen het volgende gedeelte waar ik ga uitleggen. Hoe maak je een linkje? Nou, er zijn heel simpele manieren voor in Dreamweaver. Je kunt gewoon tekst selecteren wat jij gelinkt wil hebben. Dus bijvoorbeeld deze. En je ziet hier dus bij de eigenschap of properties link staan. Nou, als je hier dus gewoon een adres intypt. Bijvoorbeeld hier deze HTML developer toestand. Ik kopieer dat. Ik plak het hier in die link. Druk op enter. En je ziet dus dat er dus in de code, het is een, ik zet hem even alleen op code hier, behoorlijk lange link is, maar hij staat er dus in. En let goed op dat er dus iets is gebeurd wat om die tekst is komen te staan. En dat is dus dit stukje. Die A, href, tot en met hier. Ik zal even een kortere URL pakken, want dat is misschien wel een lange URL. Gewoon http://www.google.com. Enter. Kijk, nou is hij al een stuk korter. Kun je het ook een beetje beter zien. Nou, die A, A-tag noemen ze dat ook wel. Of A-element. Dat is net als al die andere dingen. Dat opent. Dus, en het sluit. En het sluit dus gewoon achter de laatste woord of iets wat in dat linkje moet komen te staan. Ik zal hem even gesplitsen houden. Dus nu zie je ook dat de standaard link stijl tevoorschijn komt. Blauw en een lijntje eronder. Dat kun je straks ook allemaal weer instellen. En dat is dus een linkje. Dus als je eigenlijk dat weet, dan kun je eigenlijk ook gewoon dat typen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Er is echter nog wel een ding wat ik wilde aangeven. Als je dit dus zo opslaat. En ik doe 7. Ga even kijken. Dan zie je dus ook dat hij dus een linkje is geworden. Want het, de cursor verandert hè, naar een handje. En als je erop klikt.
dan zie je dus eigenlijk dat hij in dezelfde pagina die link gaat openen. Nou, op zich kan dat geen kwaad. Bijvoorbeeld als jij hierboven navigatie hebt van je pagina, van je eigen pagina, is dat gewoon logisch, hè? Want ja, je wil niet dat hij elke keer weer een nieuw venster opent als je ergens op een linkje klikt. Maar link je dus naar een extern iets, dus link je bijvoorbeeld naar Google of naar een Facebook pagina of zoiets dergelijks, zorg ervoor dat hij dus niet in dezelfde pagina opent. Want, wat is nu het geval, als je dat doet, dan zijn jouw bezoekers meteen weg uit jouw pagina. Kijk, als jij op een andere navigatielink klikt, zit je nog steeds op de Jackie page, maar dan op een ander onderwerp. Maar als jij op een Facebook pagina link klikt, ja, dan ben je dus gewoon ook echt van de Jackie page af, zonder zeggen. Dat moet je niet hebben. Je moet eigenlijk hebben dat als je naar Facebook gaat of een ander extern ding, dat hij eigenlijk een nieuw venster opent of een nieuw tabje in ieder geval. Nou, hoe doe je dat? Nou, standaard is het dus gewoon dat hij in hetzelfde scherm dat opent, dus dat is verder niet bijzonder. Maar als je hem dus gewoon wel ergens extern wil doen, dan moet je dus de target gaan aanpassen. En de target is eigenlijk gewoon ja, het doel waar hij heen moet, dat linkje. Nou, standaard is dus gewoon dat hij hem zelf doet. En als je hem dus in een nieuwe pagina wil doen, dan zet je hem in een blank. En zie je dus hier ook bij die aanref, dat er nu een wit regel tussen is gekomen en een nieuw eigenschap erbij is gekomen en dat heet target blank. Nou, ik zal even laten zien hoe dat werkt. Even refreshen. Als ik dus nu op die link klik, let goed op hierboven, hè. Dus ik laat hem even los. Hierboven komt straks een tapje bij. Kijk maar. 1, 2, 3. Hoppa! Kijk, dit is natuurlijk handig, hè. Als dit je Facebook pagina was, dan kun je deze gewoon uitklikken en je bent nog steeds bij jouw Jackie page. Of jouw portfolio site. Dus dat is eigenlijk de reden waarom je die target blank moet gebruiken. Haal je dit weg, dan gaat hij hem gewoon openen in dezelfde pagina. En dat is op zich alleen, ja, dat is eigenlijk voor je eigen navigatie is dat prima. Nou, je kunt er ook nog een titel aan geven. Om er nog meer uitleg bij te geven van waar hij naartoe gaat. Kan ik hier bijvoorbeeld Google neerzetten. Want daar gaat die link naartoe. Dit helpt ook alleen maar, dit is ook alleen maar heel erg handig voor vindbaarheid. Nou. Dus hoe beter je de titel en alles bijzet. En je ziet volgens mij ook als je over de link heen gaat. Even kijken. Nou, hierbij niet. Maar volgens mij bij Internet Explorer wel. Als je dan er overheen gaat, dan zie je ook de titel hierboven tevoorschijn komen. Ik weet niet hoeveel meerwaarde dat biedt. Maar, nou ja. Het is in ieder geval voor vindbaarheid. Is het in ieder geval, ja, goed. Nou, ik wil dus allemaal linkjes maken. Nu heb ik deze wel heel netjes gekopieerd en geplakt. Maar eigenlijk wil ik deze gewoon kopiëren en plakken. Even kijken. Plakken. Plakken, 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 plakken. Zo. Ik ga even kijken hoe dat eruit ziet. Yes. Misschien zijn het er iets te veel. Maar kijk wel. En heb je dus een lijst gemaakt, een unsorted list, met linkjes erin. Nu is het zo dat navigatie vaak ook gewoon een lijst is. Als je hier kijkt naar het ontwerp, dit zijn eigenlijk gewoon twee lijstjes van knopjes, van linkjes. Niet veel anders dan dit eigenlijk. Nu is het ook heel gebruikelijk, ook als ze naast elkaar staan, dit is nog steeds een lijst van een aantal knoppen. Ook al staan ze naast elkaar. Nu is het ook heel gebruikelijk als je navigatie maakt, dat je dus die unsorted list item gebruikt. Dus, met dat gegeven, kun je dus hier ook gewoon een unsorted list gaan neerzetten. UL. Weer afsluiten. En daarin staat weer een list item. Dus een li. En daar stonden er volgens mij 3 onder elkaar. Maar ik zal eerst de eerste typen. Even kijken. Dat was home. Dus home about service. Dus ik zeg hier
Home. En dan maak ik ook meteen een linkje van. Als je nog niet weet waar die naartoe linkt, trouwens een tip, dan kun je ook gewoon even een standaard dingetje hier intypen. Wat eigenlijk verder geen consequenties heeft als je erop klikt, maar hij maakt er wel een linkje van. Dus je zet er een hashtag in. Dan maakt hij dus wel een linkje aan. Alleen als je hem aanklikt, gebeurt er niet meteen dat hij ergens naartoe gaat. Zou ik hier ook kunnen doen. Even een hekje van maken. En die een aantal keer kopiëren. Dat die, het scheelt mij weer een hoop typewerk. Dus nu gaat hij niet ergens naartoe, hè. Nou gaat hij gewoon, opent hij eigenlijk niks. Even kijken, zo. Misschien nog eentje. Zo. Nou, dat ga ik hier dus ook doen. Even kijken, openen. Daar moet je uiteindelijk natuurlijk wel een goede link in zetten. Hè? Dat is, spreekt van zich. Want anders heb je straks allemaal overal linkjes die nergens naartoe gaan. Ja, dat schiet lekker op. Even kijken, home, about was dit. Maar waarom maak ik hier dan wel linkjes van, vraag je dan af, ook al gaan ze nergens nog naartoe. Nou, dat doe ik omdat ik straks die linkjes ook wil stijlen. Dus als er straks een linkje in komt te staan die wel degelijk ergens naartoe gaat, dus zoals naar mijn about pagina of naar mijn service een pagina, dan hebben ze in ieder geval al de stijl in de stylesheet staan. Dus ik heb hier service. Even kijken. Service. Oké, kan ik dit gewoon kopiëren? Dat is voor de rechterkolom, hè. Daar ga ik ook nog eentje van maken. Even kijken, zo. Hoppa. Alleen moeten daar natuurlijk andere portfolio, nieuws en contact. Portfolio, nieuws, contact. Contact. Save. Nou, even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, twee lijstjes onder elkaar. Je ziet het, als er geen stijl op zit, dan krijg je die bullet points en gaan ze gewoon onder elkaar staan. Nu wil ik dat ook doen met de bovenste navigatie. Daar ga ik dus ook een unsorted list item inzetten voor die knoppen. Dan ga je denken van, ja, maar dit gaat hem niet worden, want dit gaat allemaal onder elkaar staan en je navigatie is naast elkaar. Zoals je het hier ook kunt zien. Hè? Ik bedoel, als je hier naar boven gaat, dat is geen lijstje van boven naar beneden, dat is naar rechts. Nou, dat kun je dus ook gewoon instellen in je stylesheet. Dus, don't worry, het komt allemaal goed. Het fijne hiervan is dat hij eigenlijk ook, als ik nog, omdat hij nog niet is echt gesteld, kan ik dit gewoon kopiëren. Hè? Dus het is echt... Het is geen probleem. Zo, even kijken. Oh, oh, wacht. Moet wel eventjes. Wacht, even terug. Ik had iets te veel weggehaald. Dus ik moet hier zo, hier gaan staan. Plak. Nou, deze springen iets te ver in. Dus ik ga die iets terughalen met Shift-Tab. Zo, nou, dit ziet er wel netjes uit. Nu moet ik hier nog drie bijzetten. Dus ik kopieer deze gewoon. Want ik heb 6 items in totaal. Oké, even kijken. Home, about, service, portfolio, nieuws en contact. Portfolio, nieuws, contact. Nou, is deze pagina heeft 6 linkjes. Ik kan me voorstellen dat je voor jezelf gewoon een stuk minder hebt. Bijvoorbeeld je home, about, portfolio en contact. Dat zou op zich een goede lijst kunnen zijn van jouw aantal sites.